gaat jullie weer helemaal verrassen, want wij gaan vandaag naar... een waterpark in Bali. Woehoe! En niet zomaar een waterpark, nee. Dit is de waterpark waar iedereen hier dus heen gaat. Dus wij moeten natuurlijk ook even uit gaan testen. Dit is de waterpark waar iedereen... Is het? Ja. Dit is het waterpark waar iedereen hier altijd heen gaat. Dus ik ben super benieuwd. Zelf wel een beetje bang voor waterparken in het buitenland. Ik ook. Ik heb dat ook altijd. Ik vind achtbanen zo wel heel chill, maar waterparken... In Nederland vind ik ze ook niet chill trouwens, maar in buitenland vertrouw ik het wel helemaal niet. Gewoon omdat soort van... Je zit los. Ja, je zit los. En je weet niet of ze hier wel de constructie een beetje goed hebben gedaan. Nou, ik geloof er wel in, maar... Ja. Nou, jullie gaan het zien. Wij zijn super bang. We hebben de GoPro mee, dus we gaan een hele leuke shot filmen vandaag. En zullen we een scooter gaan bestellen? Wij gaan even een Gojek huren, want die zijn helemaal hippie tegenwoordig. Hi, we zijn aangekomen in het waterpark en we dachten we doen even een rondje om even te kijken wat dit allemaal is, want ja, wij hebben ook namelijk echt een flauw idee. Trouwens, mogen we hier wel filmen? Kan mij niet schelen. Ik hoorde net al iemand, hallo! Echt? Ja, expres niet gekeken natuurlijk, expres wel. Andere kant kijken. Oh shit, dat denk ik echt ook niet. We gaan het gewoon doen. Fuck it. Ja. En als we worden aangesproken, dan rennen we gewoon weg. Ik heb een grote sluis gevonden. Zullen we hier ingaan? Ja, is goed. Nu? Ja, goeie. Gaat hij dan helemaal zo omhoog? Hoe werkt deze slide? Ik snap hem niet. Huh? Ik denk dat je zo van hier doorheen gaat en dan kom je daaruit en dan glij je gewoon naar beneden. Een soort loop in of zo. Wel, ik wil even wachten tot er iemand uitkomt. Oh! Oh shit! Oh, oh mijn god! Oh my lord! Nee! 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 Dit is echt doodeng! Oh mijn god! Ik weet niet of ik dit durf hoor. Dat gaan we wel doen. Holy shit! Ik wil het zo eng. Ik wil het echt niet. Ik wil het niet. Nee. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Flippy van Flippy. Als je bang bent voor de glijbaan, niet kijken hoe die eindigt, want dat durf je niet meer. Inderdaad, gewoon gaan. You ready? 3, 2, 1, go. Naar beneden, stel. Die groene. Oh, kijk. Oh, dat zag ik nog niet eens. Durf je daarin of niet? Ja, dat durf ik wel in. Ik vind het altijd heel erg eng als zeg maar de vloer ineens wegzakt of weggaat en dat je dan keihard naar beneden valt. Oh, wat gaan we doen? Oké, nou, tip van iemand hiervoor, vol gaan. Zo, koempie hoor. Zo, ik zit hier. Ready? Yes, ready. Yeehaw. Ik heb honger. Ik heb ook honger. Dus laten we niet eens meer trekken. Het is gewoon honger geworden. Het is echt honger. Daar hebben we allemaal tentjes. Dus daar kunnen we vast en zeker wat een fruit halen. En wat ga jij nemen? Ik ga een hamburger. Ben weer heel erg standaard. Normaal gesproken altijd als je op zo'n park bent, dan heb je echt maar een paar gerechten. Zoals een hamburger, friet of een frikandel of zo. Hier kan je dingen uit Afrika, uit Indonesië, uit Europa. Het is geweldig. Ze hebben allemaal markten hier thuis. Bizar. Echt waar. Niet normaal. Hoi mama. Wat heb je? Ik heb een keer pasta. Lekker. Ik heb een hamburgertje. Ziet er ook lekker uit. Lekker smiddelen. Wij gaan even lekker eten. We gaan zo meteen weer even lekker wat glijbanen pakken. Ja. Maar dat kan niet zonder een volle maag. Nee, inderdaad. De eerste keer dat ik Fanta bestelde hier, kreeg ik dus rode Fanta. Dus ik dacht van, oh ja, dat zou vast een foutje zijn. Maar je krijgt dus gewoon standaard hier rode Fanta. Ze hebben geen oranje Fanta hier. Ja, wel in de supermarkt, maar niet in het restaurant. Nee, dat doen ze gewoon niet. Zo, laat eens even de buikje zien.
Jij bent wel vol, hè? Klaar om van het glijbaan af? No! Grapje! Zie je dat er een hamburger in zit? Laat ze even goed zien. Nee. Nee hoor, het ziet er goed uit. Oké, okay, dank je. Zullen we even van wat glijbaan afglubberen? Glubberen. Altijd even langs een groepje lopen, hè? Die kijken hier altijd boos aan. Ik heb er nooit zin in. Hij gaat zo snel! Ja, maar joh, dat komen van die sproeiers zo in je gezicht. Ja. Dus ik zat heel dat. Ik zag en dan ineens zit je buiten. Ik dacht, wow, what the fuck? Ik zag heel de tijd niks. En ineens heb je die soort looping naar beneden. Ja. En dan doe je ogen open en denk je, shit, ik ben al naar beneden aan het gaan. Hij gaat echt recht naar beneden. Wie heeft er nou gewonnen? Ik heb. Nee. Jawel, ik heb gewonnen. Oké. Jij ging wel eerder die buis uit. Maar ja, weet je, ik gun jou de winst. Thanks. Hey, maar ik heb nog slecht nieuws. Ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Jij wilt die gele. Die gele glijbaan, die hebben we nog niet gehad. Ik wil hem niet. Ik vind hem eng. Ja, maar zo, we gaan hem wel doen. Stemmen puur schaar. Oké. Als eerste gaat. Stemmen puur schaar. Jij gaat als eerst. Doei. Doei. Ja, ga er maar. Ik wil het gewoon uitstellen, oké? Okay? Wat is er? Dit is zo eng. Hoezo? Zag het er pijnlijk uit? Ja, echt. Het zag er heel pijnlijk uit. Hoezo? Ja, alsof je tegen al die... Ik heb wel een beetje last trouwens. Nou, ik moet ook nog! Nee, maar het is dus niet heel pijnlijk hoor. Nee, ja. Dit je. Je maakt het niet nog wel erger. Hoe zag het eruit dan? Ja, heel pijnlijk. Hoe zag het eruit? Wat gebeurde er? Ja, gast, ik kan van die voordeur. Ik moet er die glijbaan pakken. Maar klapperde mijn benen zo omhoog ofzo. Je zat soort zo. Ja. En ik ging met het... Maar echt soort van heel hard zo. Nou ja, je hebt het echt niet door. Oh, ik tril echt helemaal. Maar het doet geen pijn? Nee, het doet geen pijn. Oké. Okay. Hij is echt heel vet. Oké, okay, let's go! Hij is wel eng, hè? Hij is wel eng. Oh, die shit. Ah. Hey, niet vergeten te zwaaien, hè? Doema! Shuba doema! Scabaruba nee! Uit, ja. Je hebt gelijk. Holy moly. Het ziet er echt uit. Ja. Weet je wat het is? Ik heb gewoon vroeger een soort van traumaatje opgelopen met waterparken. Want vroeger ging ik een keertje naar een waterpark in Turkije. En toen had je dus net zo'n glijbaan als die gele hier. Alleen de onderkant, de bak van het water zeg maar, waar je in komt, die was heel erg gevuld. Dus je kwam echt in zo'n vlakte terecht, terwijl je echt zo naar beneden ging. Toen heb ik heel erg last van mijn nek gehad. En ik heb daardoor een soort klein traumaatje opgelopen aan dit soort parken. Maar je trekt me er wel doorheen hoor. Ik vind het steeds minder eng worden. Ik vind het leuk! Ik heb de volgende. Liefste. Aan zee. Het beste van mijn hele leven. Gaan we hier gewoon op? Met camera en al. Zullen we even de GoPro pakken misschien? We gaan even de GoPro pakken. We coming back. Ja! Oh. Ja! Yeah. Yeah.
He knew it. Hij zei niks. Maar hij zei niks. Hij zei helemaal niks. Ah, raining jacket. Wist je dat? Wat dacht jij dan? Ja, ik dacht al die kleine dingen donderen allemaal tegelijkertijd op. Ja, 40 seconds. 40 seconds? 40 seconds. Oh! Okay. Oh ja, moet je even gaan staan. Ik ga onder. Hij komt, hij komt. Kijk, man. Ik zie het niet meer zitten. Je ziet er zo lelijk uit. Oh my god! Dit zo niet cool. Max, wat vond jou nou eigenlijk de engste glijbaan? De engste? Ja, van het park, de engste. Ah, oh, sowieso die eerste. Nee, de eerste. Nee, of die met die tol, die was ook echt heel eng. Nee, die eerste met die schans. Ja, die vond ik ook echt heel eng. Oh, maar wij kwamen echt hoog, hè? Oh, ik was oprecht bij die eerste, was ik zo bang dat wij een soort van er overheen gingen vliegen. Ik vond die zo eng. Hey Max, gaan we het nog een keer doen? Nee. Boeien. Nee. Boeien. Dan mag ik dit keer vooraan. Ja! Let's go! Hey, hallo. Hallo. Hey. Shaka. Hey, ik ga voorin, hè. Hey, ik ga voorin. Ik vind het weer heel erg eng. Ik ook. Ik vind het niet leuk. Ik vind het ook niet zo leuk. Are you ready? Ja, yeah, I think so. No, I'm not ready. I'm not ready. Oké, hij klapt. Ja hoor. Almost twins. Ja, almost twins. Ik heb niet zoveel moeder, maar wat hij wil. Ja, we're sisters. Ja, yeah, definitely. We zijn ook geen zussen. Maar goed, hè? We liegen maar voor iedereen. Nou, we zijn weer aan het einde van de dag. Oh, ik vond het echt super leuk hier. Ik vond het ook heel erg leuk. Ja, je hebt me wel even lekker over mijn grens heen gezet. Ik vond het wel eng, maar nu is niks meer voorbij. Oh, wat zijn de mensen lief hier. De mensen zijn hier echt super leuk. Echt engeltjes. En het is echt een heel leuk waterpark. Het is gewoon echt een beetje zo tropisch en gezellig. Het is echt leuk. Ja, het ziet er ook echt heel mooi uit. Het is echt nice. En de glijbanen, echt top. Ja. Al hou je van niet eng, is het ook goed. Maar hou je van extreem en eng, is het ook een leuk park. Ja. Het is gewoon lekker chill van de dag hier. Dat vond ik echt heel erg leuk vandaag. Ik vind het ook heel leuk. En vond jij nou ook leuk? Laat het even weten in de comments. En doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende video. Doei doei!